generaal Van den Punt, kolonels, collega's uit het Schepencollege en gemeenteraad, ereburgemeesters, vrienden van de artillerie, geachte aanwezigen. Ik mag u allen namens het stadsbestuur van Waregem van harte verwelkomen op deze muzikale happening, naar aanleiding van de viering van een halve eeuw affiliatie tussen het bataljon artillerie en de stad Waregem. We vieren vanavond dus dit gouden jubileum met een prachtige tattoo. Het zal binnen 2 dagen, op 24 juni, precies 50 jaar geleden zijn, dat de toenmalige gemeente Waregem in 1967, onder voorzitterschap van Eerste Schepen en de latere burgemeester Wijlen Marcel Koeken, het peterschap aanvaarde over het 6e artillerieregiment, toen nog in Soest gekazerneerd. Een plaats waar wellicht vele van onze huidige Waregemse 50ers en 60ers heel aangename herinneringen zullen aan hebben. De vriendschapsbanden tussen onze stad en het 6e artillerie werden niet verminderd door de latere verhuis naar Brasschaat. Integendeel, zou ik zeggen, ze werden er zo mogelijk nog intenser door. Ik wil dan ook graag ere-kolonel Goessaert, eerwaardig heer Jozef Vervaken en ere-schepen Arthur van Ouren, alle drie door gezondheidsredenen vanavond verontschuldigd, danken, die aan de wieg stonden van deze uitzonderlijke affiliatie. Maar ook mijn bijzondere dank aan de verschillende opvolgende militairen in alle hun graden die steeds bereid gevonden werden om deze affiliatie met het nodige enthousiasme te blijven ondersteunen en in ere te houden. Ik wil vanavond toch ook even het sociale luik van deze affiliatie in de verf zetten. Reeds vele jaren zijn de leerlingen van onze school Zonneburg te gast in Brasschaat en Lombardzijde, waar zij mogen genieten van een onvergetelijke week vol avontuur en verrassingen. En van deze gelegenheid maak ik ook gebruik om mede namens onze vaderlandslievende verenigingen het bataljon artillerie te danken voor hun vele aanwezigheden op onze diverse plechtigheden. Ik wil verder iedereen danken die meegewerkt heeft aan deze 50ste verjaardag en de muzikale happening heeft mogelijk gemaakt. Kolonel Christophe Huys en team, ons Waregem 6A-comité, onze eigen dienstfeestelijkheden, alle militairen, muzikanten en medewerkers die deze avond zullen kleur geven en opluisteren. In naam van het stadsbestuur van Waregem wil ik met heel veel plezier vandaag de bevestiging geven van deze affiliatie en meteen mijn hoop uitdrukken dat deze op wederzijdse vriendschap en respect gestoelde bevoorrechte relatie nog vele jaren mag stand houden. En om dit niet enkel bij woorden te laten, koos het stadsbestuur ervoor een blijvend aandenken aan dit gouden jubileum onder de vorm van, hoe kan het ook anders in Waregem, een bronzen paardenhoofd van de kunstenaar Jan de Marais. En ik mag dan ook vragen aan kolonel Christophe om naar voren te komen en als er iemand het geschenk wil naar voren brengen, want ik had het niet persoonlijk. Goed, ik wens iedereen veel luister- en kijkgenot en geniet van deze bijzondere avond, mede als startschot voor alweer een zoveelste weekend boordevol activiteiten hier op onze Zuiderpromenade, maar ook rond de Stadionvijvers. Dank u voor uw aandacht en geniet maar met volle teugen. Generaal, heer burgemeester, kolonels, dames en heren, schepenen en gemeenteraadsleden, beste vrienden van 2A, 6A en de artillerie, geachte aanwezigen in al uw titels en graden, dames en heren. Als commandant van het bataljon artillerie is het op mijn beurt een waar genoegen om u op deze zomeravond hartelijk welkom te mogen heten op deze tattoo. Toen in 1967 Waregem het peterschap aanvaarde van het 6e regiment artillerie,
had wellicht niemand kunnen denken dat ondanks de vele transformaties en naamsveranderingen die de artillerie heeft ondergaan, 50 jaar later deze band nog steeds springlevend zou zijn. De zeer gastvrije manier waarop onze artilleristen hier telkens opnieuw worden ontvangen, typeren deze prachtige stad en haar inwoners. Het is als commandant van het bataljon artillerie voor mij dan ook een hele eer om vandaag het houden jubileum van onze affiliatie met jullie te kunnen vieren. Meneer de burgemeester, sta mij toe om u en uw stad nog eens van harte te feliciteren met deze prachtige Zuiderboulevard. U had geen betere locatie voor deze stap toe kunnen kiezen. Niet omdat ik, net zoals velen hier aanwezig, bijna exact op deze plek, toen er nog een moederhuis stond, ben geboren, maar wel omdat deze boulevard een echte band creëert. Letterlijk de verbinding van het stadscentrum met de hippodroom, symbolisch de hechte band van stad Waregem met het bataljon artillerie. Velen vragen zich waarschijnlijk af waarom er vandaag weinig militairen aanwezig zijn en waarom deze tattoo, zoals in het verleden vaak wel het geval was, niet werd voorafgegaan door een militaire plechtigheid. Het antwoord op deze vraag hebben we jammer genoeg eergisterenavond in het Centraal Station van Brussel opnieuw beantwoord gezien. Dagelijks worden tot 1250 militairen ingezet in steun van de politie in de strijd tegen het terrorisme. Het bataljon artillerie levert meer dan 10% van deze effectieven. Elke dag zet ik bijna 140 van mijn militairen in om gevoelige plaatsen in Antwerpen en de kerncentrale van Doel te helpen beveiligen tegen potentiële aanslagen. Als ik u zeg dat sommige van onze mannen en vrouwen straks de kaap van 320 nachten afwezigheid van hun familie gaan ronden, dit op een tijdspanne van amper 2 jaar en dan nog zonder rekening te houden met bijkomende uitguizigheid door andere opdrachten, dan hoeft het geen verder betoog om de impact van deze opdracht op mijn soldaten te kunnen inschatten. Geloof mij vrij, zij hadden hier vandaag ook heel graag bij geweest om deze affiliatie te vieren, maar u zal zeker begrijpen dat de keuze voor de beveiligingsopdracht primeert. Vandaag zijn het dus vooral onze kanonnen en mortier hier achter mij opgesteld die symbool staan voor de uitstekende band tussen Waregem, de Vriendenkring 6A en het bataljon artillerie. Ik weet dat jullie allen gekomen zijn voor de tattoo en wil jullie dan ook niet langer in spanning houden. Vooraleer echter het muzikaal spektakel op u los te laten, wil ook ik graag de 50ste verjaardag van onze affiliatie bezegelen met een geschenk. Meneer de burgemeester, Kurt, mag ik u vriendelijk uitnodigen om ons klein geschenk ook in ontvangst te nemen als terug. Bueno, gracias.